Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel leuks maken wat weer lang houdbaar blijft. Ja, doe ik toch veel deze feest richting de feestdagen. Zodat je echt tot aan de kerst van kan gaan genieten. Ik heb een hele mooie ring voor me. Ik heb wat droogbloemen voor me in verschillende kleuren. Dus heb er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ons ontmoet, het komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laat het verhaal beginnen. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video? Deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een cadeaubon. Het waren voor 15 euro. En we gaan nu ook aan de slag. Je kan me daarnaast ook volgen, vooral op Instagram en Facebook. Als je een beetje meer wil zien van mijn dagelijks leven hier als bloemist. En alles wat ik daar doe aan nieuwe bloemstukken maken en dat soort dingen. Dus mocht je dat leuk vinden, kan je me daar ook volgen. Ik zal eventjes hieronder neerzetten hoe ik heet op Instagram en Facebook. En dan gaan we nu echt gauw beginnen. Je kan dit pakket dus in twee kleuren bestellen. Of in het wit neutraal. Dat zijn deze kleuren. Of als je zegt, ik hou meer van roze tinten. Dat kan ook. Dus voor ieder wat wils. Ik hou je even dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst knippen we het kerstgroen even in kleine stukken. Want we zijn echt korte stukjes nodig. Als je dat hebt gedaan, dan doe je dat ook met de rest van de materialen. Ik ga nu de witte opmaken, maar je kan hem dus ook in het roze bestellen. Als je het leuk vindt, kan je extra kerstballetjes aan toevoegen. En ik heb hier bijvoorbeeld witte glitterballetjes. De roze hebben al een steeltje. Maar hier doen we gewoon even een satéprikkertje in. Je kan hem eventueel ook rijgen aan, aan de bovenkant. Dan maken we nog even de onderkant van het kerstgroen schoon. Dat betekent dat je het steeltje schoonmaakt. Dus dat daar geen naaldjes meer zitten. Dan maken we het ijzerdraad even vast aan de ring. Ik doe aan deze kant, komt straks, kun je eventueel een kaarsje in doen. Je kan hem aan deze kant opmaken. Je kan hem zelfs helemaal opmaken, wat je zelf leuk vindt. Maar daaraan bevestig je even het ijzerdraad. En wat we dan doen, is elke keer een takje pakken van verschillende materialen. Daar maak je een klein toefje van. Je kan eventueel ook alvast voor de tijd allerlei toefjes maken, als je dat makkelijker vindt. Maar je pakt dus dan wat materiaaltjes bij elkaar. Ik knip het steeltje even af. En dan leg je hem op de ring. En daaromheen doe je dus het wikkeldraad. Dus je wikkelt de steeltjes vast aan de ring. Dan pak je het volgende toefje. Ik pak er elke keer wel kerstgroen bij. Dus dat blijf ik herhalen. Die leg je erop. En dan herhaal je het eigenlijk weer. Dus je wikkelt er weer omheen. En dat doe ik vaak twee keer. Je trekt hem ook eventjes goed aan. Dat het goed strak zit. De nodige extra takjes kan je eventueel afknippen. Vind ik het leuk om even een kerstballetje toe te voegen. Die doe ik vaak even alleen. Omdat het iets grover is. En dan gaan we weer door met het volgende toefje. En zo doe je dat constant door. Dus je pakt weer een toefje bij elkaar. Ik pak er ook een takje kerstgroen bij.
leg ik er weer tegenaan. En ik wikkel er weer omheen. En dit mag je doen tot je de materialen op hebt of tot jij het ver genoeg vindt. Aan het eind moet je een klein stukje overhouden. Kijk hoe prachtig. Als je dan klaar bent of je vindt hem ver genoeg. Wat je dan gaat doen is even het uiteinde mooi afwerken. Dit doen we met jute touw. Je kan eventueel ook een toefje er nog zo tegenaan plaatsen. Dus andersom. Maar het is heel mooi om er een wikkeling van te maken met jute touw. En dat ga ik jullie laten zien. Je wikkelt even een paar keer met het ijzerdraad dat hij goed vast zit. En dan zorg je dat hij even netjes omheen gewikkeld is. En hieromheen maken we een flinke wikkeling met touw. Kan je er nog een mooie kaas aan toevoegen. Ik vind in zo'n soort houden heel erg mooi om zo'n luxe kaas te doen. Deze heb ik ook met hartjes, ook heel erg leuk. Maar dit geeft ook bij dat witte een heel mooi effect. Heel erg leuk om ze op tafel neer te leggen. Je kan ook voor die kleinere kaasjes gaan, dat is ook leuk. Geeft ook een subtieler effect, dat is net wat je zelf leuk vindt. Maar deze kan ook best wel een langere kaas hebben. Heel erg tof. Je kan dit pakket dus bestellen in het wit of in het roze, wat je zelf leuker vindt. En de kaas zijn los verkrijgbaar in onze webshop. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Laat me weten voor welke kleur jij gaat. Of je gaat voor het wit neutraal of voor het roze. En ik vind hem echt heel erg leuk. Komt bij mij zelf thuis op tafel. Goed, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en je ziet me de volgende keer weer. Doeg!